ik ben wel ontzettend vereerd dat als stille kracht deze week in beeld is Aad Verschaik. Want we hebben het ook over de eerste vrijwilliger van het jaar binnen DVS. Ja. Aad. Ja. Wat was dat voor avond? Nou, heel bijzonder. Maar alvorens we beginnen wil ik jullie eerst allebei een heel warm compliment maken. Ik heb vorige week heb ik het filmpje gezien van de Broeders Bos. Nou, gewoon fantastisch. Eerlijk. Als dat de lat is die jullie wegleggen, super. Het was enorm leuk. Ik heb volop genoten. Dat compliment wilde ik zeker kwijt aan jullie. Nou, we gaan er alles aan doen om dat te overtreffen. En dat zal niet aan jou liggen, denk ik. Nee. Nou, terugkomend op jouw vraag. Ja, vrijdagavond. Wat gebeurde er? Ik was compleet overdonderd. En ja, ik zal het je eerlijk vertellen. Ik was eigenlijk van plan niet te gaan. Want normaal gesproken, een zaterdag... Kom Hans, doe voorzichtig. Normaal, ja, die zaterdag. Normaal gesproken, die zaterdag, had ik zeg maar een 3, 4, 5-tal activiteiten op mijn bordje. Ik denk, nou, dan vrijdagavond ook nog gaan. Dat wordt me echt een weg te veel. Dus ik deed er alles aan om er een beetje van weg te blijven. Ja. Maar ja, mijn vrouw, achter mijn rug om, toch geregeld dat ik vrijdagavond naar de kantine ging. En nog steeds niks in de gaten. Pas toen Aad Gozes een beetje begon te vertellen van Aad opletten... Toen voelde ik iets broeien. Okay. Denk ik, oh nee toch, hè? Want ik heb er in wezen best een beetje een hekel aan. Weet je, om volop in de belangstelling te staan. Maar ja goed, het was niet anders en ik heb het over me heen laten komen. En nou ja, om het in één woord samen te vatten, ik was best wel een beetje ontdaan. Het deed me heel wat. Je zag het niet aankomen, je was helemaal verrast. Maar desalniettemin, iets van 25 jaar vrijwilligerswerk binnen DVS. Ja, ja. Dat is toch wel de moeite waard. Ja, ik ben begonnen. Toen Alexander begon te voetballen, nou, mannetje was een jaar of 7 oud. En het begon met stukjes in het wekkertje en dat schrijven deed ik toen al. En dat vond ik zo leuk, ik denk dat ga ik doen. Vind ik gewoon leuk en ik kreeg een leuke respons. Ik denk nou, dat is iets. Nou, dat is uitgegroeid tot een enorm berg vrijwilligerswerk. Want ik ben door de jaren heen al te blijven schrijven. Voor de buitenwacht is de volgende vraag misschien wel interessant. Hoeveel uur gaat daar nou in zitten op weekbasis? Nou, dat valt o zo mee. Je krijgt gewoon een beetje routine in het schrijven. Ik begin maandagsmorgens. Mijn vrouw wandelt altijd met een vriendin. Dus zodra hun weg gaan, begin ik. Eerst een kopje koffie, espresso. Leuk stukje muziek, Toto. Of weet ik veel op de achtergrond. En dan begin ik te schrijven van pakweg 8:30 tot 10:30. En dan komen de meiden thuis. Ja. Dan drink ik uitgebreid koffie. En dan na de koffie pak ik het erop. En dan pakweg een uur of 1:30 ben ik ermee klaar. En dan de woensdagmorgen, dan is mijn vrouw ook aan het sporten. En dan besteed ik ook 1,5 uur. Dus dan hebben we zo'n beetje 5,5 uur. Ik denk zo gemiddeld een uurtje of 8 in de week. Oké, ik hoor wel iemand die van vaste tijden en structuren houdt. Klopt dat? Nou, nee, helemaal niet. Maar het heeft gewoon te maken, als mijn vrouw aan het wandelen is met een vriendin, heb ik alle vrijheid. Als mijn vrouw aan het sporten is, heb ik alle vrijheid. Want anders krijg je allerlei opdrachten, dan wordt het net een brandweerauto, of dan wordt het net een brandweerauto. Aad doet dit, Aad doet dat. En nou kan ik gewoon lekker aan één stuk doorschrijven. Ja, helder. Zeg Aad, nou kom je iemand tegen, een buitenstaande, die helemaal geen relatie heeft met DVS. En dan heb je 20 seconden om uit te leggen wat voor vereniging wij zijn. Wat zeg je dan zoal? Nou, dan kan ik daar heel duidelijk in zijn. Een hele warme vereniging. Ja? Gewoon voor iedereen plek. En als je het samen een beetje leuk aanpakt. Dan kun je er een ontzettend goede tijd doorbrengen. Echt een familievereniging. En natuurlijk gebeuren er ook dingen die soms niet door de beugel kunnen. Maar ja, dat is overal. Ja. En over dat laatste gesproken. Stel dat jij nou het voor het zeggen had binnen DVS, om het zo maar eens te noemen. Wat zou je dan veranderen? Nou, ik zou kiezen, zeg maar, voor een, hoe zeg je dat? Een clubje die interne dingen bespreekt. Interne dingen. Ja, ik moet wat duidelijker zijn. Er is zo af en toe is het beste eens een keer oneenigheid. Meningsverschillen. Nou ja, neem nou dat geval tussen de technische commissie en het bestuur. Ja. Nou, dat is te gek voor woorden dat het breed uit in de kranten komt. Dan moet er een clubje zijn die daarin adviseert. En die daar dus ook een beslissende stem in heeft. Zo voorkom je dus gewoon een hoop ellende. Ja. Ik ken een aantal mensen, helaas, die zijn door misverstanden zijn ze gestopt bij DWS. Zijn nooit meer teruggekomen. Echt hele leuke lui. Jammer. Je beschadigt mensen. Nou, er zou een commissie moeten zijn. Niet te groot. Gewoon ook een commissie die ook regelmatig wisselt. Die dat soort pijnpunten bespreekt. Daar een oordeel over uitspreekt. Helder. En een besluit neemt. Ja. Zo voorkom je een hoop ellende.
Ik denk dat jij ook het volgende wel hebt meegemaakt. Dat als je het hebt over het besturen van zo'n vereniging. Dat dat in de jaren 80 misschien anders was dan tegenwoordig. We hebben natuurlijk een enorme groei doorgemaakt richting pak een beet 1400 leden. Ja, zeker. Het is vrijwilligerswerk heet het dan allemaal. Maar ik benijd die mannen niet hoor, die op die plekken zitten. Je zult met voorzitter zijn. Die is het met je eens, die is het met je oneens, die wil dit, die wil dat. De jeugdcommissie, daar heb je zelf deel van het gemaakt. Ja. Mensen willen overal een gelijk in, dan gaan we er maar aan staan, weet je. Ja. Het is bijna betaald werk, zou ik zeggen. Ja. Aad, even naar de mens achter Aad, zo gezegd. Heb je ook een levensmotto? Jazeker. En hoe luidt die? Ja, dat is misschien een beetje negatief, maar zeker niet als zodanig bedoeld. Maar mensen, pluk de dag. Pluk de dag. Het leven is maar kort. Geniet ervan samen. Ja. Maak er iets van. Dat is zo belangrijk. En dat ben ik zeker. Ik weet nog wel dat ik begon met werken. Maar ja, dat is zo'n beetje in 1967 geweest. We zitten nu zowat in 2018. Nou, het is een vingerknip. De tijd die glijdt als zand langs je vingers heen. Ja. Gebruik die tijd goed. Geniet van elkaar. Dus, okay. Ja, dat is een motto. Ja. Van, doe het samen. Ja. Samen spelen, samen delen. Hoe zou jij jezelf omschrijven als mens in pak een beetje 10 seconden? Waar sta je voor? Ja, ik sta voor een heleboel. Mijn vrouw zegt wel eens van, Aad, jij kan met 6 dingen tegelijk bezig zijn. Ja. Een doener. Okay. Zo wil ik me eigenlijk een beetje omschrijven. Een doener, dingen aanpakken en genieten. Ja. Heb je dat ook kunnen uiten in je beroepsmatige leven? Jazeker. Welk werk heb je achter de rug? Want je bent inmiddels een pensionado, hè? Ja, ik heb ooit ben ik begonnen als scheepsbeschieter, scheepsmeubelmaker. Scheepsmeubelmaker, ja. Oké. En ik had pech, Wild of Feyenoord ging failliet. Heb je het over Vlaardingen? Ja, over Vlaardingen. En ik werkte in Schiedam op het fietsen, een werf. Toen de tijd 10.000 werkers. Ik weet niet veel fietsen. Dat was gewoon een overval als die fabriek uitging. Maar na mijn diploma nooit geen werk meer gehad. Ik gesolliciteerd bij Fokker als leerling tekenaar calculator. Zelfde laken een pak, anderhalf jaar later, zeg maar Fokker failliet. Dus op een gegeven moment, via het voetballen overigens, terechtgekomen in de gezondheidszorg. En dat heb ik zeg maar vanaf maart 72 gedaan tot zeg maar een jaar of 3-4 terug. Okay. De gezondheidszorg in. Daar heb je veel in zien veranderen zeker? Ja, bijzonder veel. Ik weet nog wel dat ik op Veldwijk kwam te werken. Nou, echt. Daar schrok ik van. Nog hekken om het terrein heen. Hoe heet het? Een hoofd van een paviljoen die de plinten nog belangrijker vond als de mensen die toen opgenomen waren, weet je wel. Dus dat was flink wennen. Maar gelukkig, zeg maar begin jaren 80 kwam de grote ommezwaai. Ja. En kon ik daar heel goed mijn eieren kwijt. En dan in het kader van arbeidstherapie. Van alles gedaan. Binnen de zorg. Hele goede laatste jaren in ieder geval gehad. Ja, ik heb een super jaren gehad. Ja. Stel dat we jou nou een platform zouden geven om de wereld eens toe te spreken in 20 seconden. Dat is moeilijk. Van nou mensen, dan vooral blijf bij jezelf. Laat het geloof niet al te veel op de voorgrond spelen. En nogmaals, doe het met elkaar. Laat elkaar in waarde. Respecteer elkaar. Dat is zo belangrijk. Wat bedoel je met het geloof niet te veel naar voren? Nou ja, als er gedonder is in de wereld, in 9 van de 10 gevallen, met geloof als basis. Denk jongens, waar hebben we het over? We zijn toch allemaal... van hetzelfde lager een paar. En de een ziet het zus, de ander ziet het zo. Maar respecteer elkaar. Ja. Laat elkaar in de waarde. Heb jij trouwens zelf een achtergrond, een geloofsachtergrond, een levensbeschouwelijk achtergrond? Ja, een klein beetje. In die zin, mijn moeder, die was helemaal weg van het Leger des Heils. Dus ik heb, ik denk op 5-6-jarige leeftijd, mijn hartje aan de Lieve Heer gegeven. Bij het Leger des Heils in Vlaardingen. Daarna ook nog even gekerkt. Maar daar vond ik het niet, weet je wel. Dus op een gegeven moment zijn we met het kerkelijk gebeuren gekapt. We zijn nog wel lid, betalend lid. Dat wil ik ook zo laten. Want ergens jeukt het toch nog een beetje. Ja. Maar gewoon, ik heb verder met het instituut kerk weinig. Heb je het instituut kerk nog opgepakt hier in Ermelo? Ja, zeker. De Zenniskerk met name. Oké. En dat was toen. Ja, dat was ook een beetje gekoppeld aan de dominee die we toen hadden. Hele, hele fijne man. Ja. Dominee van Essen. Oh ja, en dominee van Harten. Okay. Nog in een Oud-West. Ook een hele amabele man. Een dikke tachtiger, een Rotterdammer. Fantastische kerel. Maar ja, die man ging weg. Ja. En het hield op, hè? Ja. Ook in die kerkgemeenschap. Ja. Wat is jouw grootste kwaliteit? Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk te omschrijven. Als ik naar DWS kijk, de trouw. De trouw. Al is het C7, wordt kampioen, ik ben er.
Ja, zo ken ik je ook. Ja, ja. Gewoon, ik hou gewoon gemiddeld de kernpunten van de vereniging in de gaten. Ja. En daar ben ik heel trouw in. Ja. Soms wel eens te trouw, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Ik geniet ervan, elke dag. Ja. Zeg Aad, even terugblikken. Je bent ooit met een studie begonnen. Maar stel dat je nu op deze leeftijd weer een studie zou moeten beginnen. Wat voor studie zou dat dan worden? Nou, dan zou ik echt meteen kiezen voor journalistiek. Ja, ja, journalistiek. Dat verbaast me niet. Nee, nee. En een tweede harte wens was voor mij. Ik had het op die vrijdagavond nog met Kees Bonenstro erover. Ja. Ik was altijd een beetje jaloers op Kees Bonenstro. Kees die handelde in de auto's. En dan had hij een handel zeg maar, van 400 euro tot 1000 euro. Kocht hij zo 20 auto's. Nou, dat is op mijn lijf geschreven. Dat had ik altijd al graag willen doen. Maar ja, dat vraagt de nodige diploma's. En ook ja, de nodige durf om dat risico te gaan nemen. Gewoon je werk aan de kant te gaan zetten en iets te beginnen. Maar ik had zeker graag de journalistiek in willen gaan. Dan wel autoverkoper willen worden. Dat waren twee kinderwensen eigenlijk. Ja. Het is er nooit van gekomen. Opa was timmerman, Aad werd dus ook timmerman. Nou, ik heb niks met hout. Nee, echt niet. Ja, precies. En stel dat je nou 24 uur ter beschikking had om met iemand door te brengen. En dat is dan niet jouw echtgenote of vrouw. Met wie zou jij wel 24 uur willen doorbrengen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke vraag. Nou, ik denk bijvoorbeeld met een Dieter Beer. En Dieter Beer, dat is een muzikant. Ja. Uit Berlijn. Ja. En een geweldige kerel, weet heel veel. En niet alleen over muziek. Ja. Maar daar zou ik wel eens 24 uur mee op willen trekken. Heb je hem wel eens ontmoet? Ja, ja, diverse keren. Dieter Beer. Dieter Beer, de liedzanger van de Poedies. Okay. Een band die hier eigenlijk verzwegen is. Het is niet de spits van Hertha BSC. Nee. Okay. Maar de liedzanger van de Poedies, een band die al vanaf 1969 aan het werk is. 4800 optredens achter zich heeft. Okay. Opgetreden heeft in Lissabon voor 130.000 man. Nou, hier in Nederland, het wordt niet gedraaid. Hier en wat voor soort band is het? Ja, hardrockformatie. Hardrock? Okay. En dan symfonische rock. En, ja. En trouwens, dat wil ik ook nog even kwijt. De muziek in de DDR, de voormalige DDR. City, Karaat. Nou, je moet het maar eens googlen. Ja. Super muziek. Als je een liefhebber bent, ik noem maar wat, van de Stones, van Toto, Golden Earring, et cetera. Nou, dan ga je die, dan zuig je die muziek op. Fantastisch. Nog steeds. Kom je dan nog vaak? Ja, in Berlijn? Ik probeer daar gewoon jaarlijks toch een keer te komen. Ik ben er, Berlijn, voor iedereen aan te vellen, een fantastische stad, heel veel musea. En daar kun je echt je hart ophalen. Ik ben trouwens ook, nogmaals, over die auto's hebbende, ook gek van diverse merken uit die contraien. Ja. Dan heb ik het over Trabant, de Wartburg, de IFA, de Robur. Nou, gewoon fantastisch. Ik verdiep me gewoon in de geschiedenis. Gewoon leuk. Ik vind het heel bijzonder, dat DDR-verhaal. Waar komt dat vandaan, die interesse? Ja, dat is eigenlijk een beetje begonnen, zeg maar, in begin jaren 80. Bij toeval, op doorreis naar, ik meen Tsjechië, kwamen we in die DDR. Ja. En daar werden we bijzonder gastvrij ontvangen. En op een gegeven moment, ja, alles daaromheen, de muur, de VOPO's, dat maakte zo'n indruk. Vanaf dat moment ben ik me gaan interesseren. En ben ook gaan verzamelen, ben er ook over gaan schrijven. Ja. Ik heb zo'n beetje, ik denk wel 500-600 mappen, alleen al over Berlijn en de DDR. En mevrouw die wordt er wel eens bijkans gek van. Want nog steeds, elke dag, ben ik aan het knippen, aan het plakken, aan het verzamelen. En ja, die verzameling... Dan mag je haast van een passie spreken. Ja, dat is zeker een passie. Ja, dat is zeker een passie. Ik zie er wel tegenop, in die zin, waar gaat het spul allemaal heen? Ja. Maar ik heb contacten met het Goethe Museum in Rotterdam. Ja. Zodra ik zeg maar, ga hemelen, dan gaat alle spul gaat daarheen. Er zitten hele bijzondere stukken bij. Kranten uit de jaren 50, de opstand, in 53. En ik begrijp dat het Goethe Museum er interesse in heeft? Ja, zeker. Want ik heb het echt goed voor elkaar. En dat is wel heel boeiend, want je hebt het nu over de oude DDR. Ja, ja. Maar een buitenstaander zou zeggen, dat is verleden tijd. Is er één Duitsland nu? Of is er nog een verschil tussen de Ossies en de Westies? Er is nog steeds een duidelijk verschil. Sowieso in salaris. En sowieso in de schuldenlast die mensen dragen. Je wil niet weten hoe arm Berlijn is. Je wil niet weten waar mensen van rond moeten komen. Hebben we het over een gezinnetje, vader, moeder, allebei werkloos, twee kinderen. Praat je over 400 euro in de maand. Man, we hebben het vet in de aarde hier in Ermelo. Dat beseffen we niet half. En dan hebben we het over Oost-Duitsland. Ja, oostelijk Duitsland. Ja. Oostelijk Duitsland. Dat is bijzonder. Ja. Wist ik niet. Ja. Zie maar waar zo'n gesprek toe leidt. Ja. We gaan dus eventjes naar een categorie het beste. Ja. Wat is de beste film die je ooit hebt gezien? Wat is de beste film? Schindlers List. Ja.
Die vond ik fantastisch. Ja. Dat is het beste boek wat je ooit gelezen hebt. Ja, dat is een boek geweest van Alistair MacLean. En het boek dat heet Boortoren X13. Ik geloof dat ik het nu 6 keer gelezen heb. Van harte aan te bevelen. Dat lees je nog 1 keer de titel? Boortoren X13. Dat is zo'n bijzonder boek. Ga er ook niks over vertellen. Nee. Ga zelf eens op zoek en je zult zien. Geweldig. Poolbasis Zebra, ook van Alistair MacLean. Okay. Ja, een aantal films zijn verfilmd. James Bond, je kent het allemaal wel, hè? Ja, dat ken ik zeker. Wanneer heb je voor het laatst gelachen trouwens? Ik lach elke dag. Ik lach elke dag. Nou, noem de dag van vandaag eens. Ja, nou, vandaag toch niet. ik ben vanmorgen mijn bed uitgerold om pakweg 7:15. Ik heb gedoucht. GZ douchen. Ja. Dus gedoucht. En ik ben even wat geld gaan halen in het dorp. Er was ook een kerstmarkt. Daar heb ik even overheen, overheen gevlogen. En toen ben ik hierheen gegaan. Ja. Maar ja, ik lach. En veel met mijn vrouw. En ik heb maar weinig nodig. En we hebben mateloos plezier. Ja, hartstikke goed. Leuk. Ja, zo ken ik je ook wel. Wat is voor jou de beste politicus? Hadden we toevallig gisteravond over. We hadden Roemer, die heeft een stapje terug gedaan. Ja, ik vond Marijnissen wel wat hebben. Jan Marijnissen. Van de SP. Volgens mij komt die familie weer terug. Ja. Vind je jammer? Want ik wat denk... Wat vind je jammer? Dat zij terugkomt? Of? Ja, ik denk dat ze weinig kans maakt. Zij is te radicaal. Zij is... zij is te radicaal. Gewoon een te grote mond. Politiek, dan moet je... Samen, ook weer, hebben we het weer. Dan moet je samen moet je dat doen, hè? Politiek. Ja. Geven en nemen. Ja. Water bij de wijn kunnen doen. En ik denk niet dat zij dat kan. We gaan het zien. Even naar de categorie lachen waar we het net over hadden. Wat is voor jou de beste cabaretier op dit moment? Ik ben altijd gek van Joep van het Hek. Dat vind ik heerlijk. Die komt er weer aan. Ja. Vind ik heerlijk. Gewoon die man, wat een energie. Soms gaat hij net even een tikkeltje te ver. Want ik vind, je moet bijvoorbeeld, we hadden het net over het geloof. Daar moet je een beetje vanaf blijven, vind ik. En je kunt best eens een keer een opmerking maken, maar soms gaat hij wel eens heel erg ver. Zeg maar de Derksen van de cabaretier, van de cabaret. Maar ik hoor je zeggen, er zijn grenzen om op het podium je aan te houden. Ja. Je kunt niet alles roepen. Nee, dat vind ik ook. Dat hebben we net met die Paul de Leeuw. Die gaan altijd een beetje goedkoop lopen scoren. Ja. Weet je, over mensen met een beperking. Denk, moet je vanaf blijven. Je moet het gewoon... vakmatig doen en niet scoren ten koste van. We lopen inmiddels de rondjes hier op het hoofdveld, nog besneeuwd in afwachting van de heuse kraken vanmiddag, hè? Tegen ONS Sneek. Dus we gaan het eens even over voetballen hebben. Ja. Je loopt al heel wat jaren mee. Wat is nou het beste voetbalteam aller tijden? Dan mag je best internationaal trekken. Ja. Het beste team aller tijden. Ja, dat is best moeilijk. Ja, ik ben later overigens een Ajaxiet geworden. Ja. En ik denk nog altijd met heel veel plezier, met heel veel vreugde terug aan het Ajax van de begin jaren 70. Ja. Super. Wat heb ik genoten, mensen. Cruijff, Keizer, Neeskens enzovoort. Je noemt de naam al op. Ja. Dat vond ik toch echt het allerbeste team. Ja, in Barcelona, ja. Van pakweg een jaar of de tijd gaat snel. 6, 7 jaar terug. Ja. Heb ik ook een poosje van genoten. Ja. Maar ja, dat is ook over, hè. Dat is ook over. En ik vind het op het ogenblik vind ik het gewoon bar en boos. Zo matig vind ik het. Ik zit wel eens tv te kijken en denk, goh. Daar zou DWS ook kunnen spelen. Ja. Op dat niveau. Er zijn mensen binnen de vereniging die ambitie ook hebben. Hè? Ja. Dat is niet realistisch. Hoor jij daarbij, bij die ambitie om zo hoog mogelijk nee, te voetballen? Nee, zeker niet. Nee, echt niet hoor. Ik ben altijd een voorstander geweest van het doen met eigen jongens. En nu ook. Hè, er is best wel wat keet in de tent. Zeg maar. Ik vraag me af of het alleen maar over voetbal gaat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ja, vorig jaar... Er kwamen zo een half legertje nieuwe jongens en dat halve leger ging ook weer weg. Ja, dan vind ik dat Bert het fantastisch doet, een 5e plek. Ja, en dat het niet altijd oogstelend voetbal is, dat kan. Maar ja, hebben we een tegenstander te maken. Ik zeg altijd, jongens, laten we het nou toch doen met eigen jongens. Het A1 van zeg maar 3 jaar terug, 4 jaar terug, van Wiesenecker, Hans Wiesenecker. Nou, dat was een fantastisch team geworden. Alleen, je moest ze de gelegenheid bieden. Maar ja, dat is allemaal achteraf. En, ik vind het fijn dat we nu meedraaien in die top. En jongens, geniet ervan. Je hebt heel wat gezegd, Haat. Ja, wij naderen het einde en dat doen we niet nadat we een aantal dilemma's eventjes besproken hebben. Dus ik noem 2 woorden. Ja. En de vraag is bij welk woord jij je het beste thuis voelt. Prima. Auto of fiets? Auto.
Begraven of cremeren? Begraven. Wijn of bier? Geen van beide. Maar dat kan niet, dan kies ik voor bier. Senioren of jeugd? Jeugd, ja. Oké. Dorp of stad? Dorp. Bos of water? Water. Honden of katten? Katten. Pen of computer? Pen. Online of offline? Online. Televisie of radio? Radio. Kamperen of hotel? Kamperen. Vierkant of rond? Vierkant of rond. Dat is lastig. Rond. Ten slotte, wat wil je nog per se gezegd hebben? Nou, ik wil jullie allereerst danken voor jullie inzet. Gewoon fantastisch. Jullie ook zometeen weer veel energie voor komende opnames. En ik wil in ieder een heel goed 2018 toewensen. En hele fijne, warme feestdagen. Dat was het, wat mij betreft. En jullie bedankt. Even zo van ons uit naar jou toe. Hartelijk dank, Aad Versmaaik als stille kaart. Graag gedaan, Hans. Graag gedaan.